De bestuurder van een 45 km per uur auto is maandagochtend overleden bij een ernstig ongeval in Breukelen. Twee auto's kwamen op de straatweg met elkaar in botsing. Beide voertuigen kwamen in de sloot terecht. De bestuurder van een 45 km per uur auto raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Alle hulp kwam helaas te laat. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk.